Hey, goedemorgen Dennis. Je spreekt met Robert Kovacs vanaf mijn kantoor in Hendrik Ido-Ambacht. Dennis, ik zou jou nog eventjes terugbellen. Ik hoor wat kindertjes op de achtergrond. Die zijn van jou. Let een beetje op ze. Hoe oud zijn ze? Aha. Oh, anderhalf, zo. Leuk, man. Ja, een groot verschil. Ja, ja, dat komt wel goed, joh. Luister eens een beetje naar je. Standaard, hè? Hey Dennis, ik hou het heel short, simple, to the point. Zoals ik, wanneer was het? Donderdag, vrijdag tegen je gezegd heb van, joh. Laten we eens kijken wat de mogelijkheden zijn en of dat wij een match hebben. Stel je voor, hè Dennis. Stel je voor dat alle omstandigheden ideaal zouden zijn. Hè? Dat jij zou zeggen, hey Robert, dit klinkt als muziek in mijn oren. Ik zie hier potentie in. Ik wil met jou en jouw team samenwerken, want ik wil doorgroeien naar een bepaald level. Algemene voorwaarden zijn goed. Samenwerkingsovereenkomst klopt. Alles is perfect. Perfect scenario. Beter kan niet. En jij zou nieuwe opdrachten en klanten aankunnen. Ja? Kijken we een klein beetje in de toekomst. Vanaf welk bedrag, Dennis, kunnen mensen bij jou terecht voor jouw diensten? Ja. Ja, gewoon 90, precies. Dus dan. €360 instapinvestering in Dennis. En werk jij met een overeenkomstduur? Van maand tot maand. Ja. Ik ken dat soort dingen inderdaad. Kijk. Ja, kijk, het heeft natuurlijk voor- en nadelen. Drempel is natuurlijk wat lager, hè, voor de mensen. Maar aan de andere kant zeg ik ook van, luister, laten we even reëel wezen. Of zijn, hè. Weet je, jij doet ook niet één keer, eens in de zoveel tijd eten of slapen of drinken. Je doet bepaalde dingen met continuïteit. Dat wil zeggen, als ik jou een bepaalde dienstverlening, SEO, SEA, whatever, welke dienstverlening het ook mag zijn, doe je dat op lange termijn. Hè? Mijn samenwerking ook met bepaalde partijen is ook lange termijn. Ja, in de eerste maand kunnen we misschien geweldige resultaten boeken. En daar gaan we ook vanuit, uiteraard. Maar je doet bepaalde dingen om op lange termijn in de picture te blijven. En op lange termijn opdrachten en gevonden te worden in Google. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus ik vind het heel goed dat je zegt, ik ben aan het nadenken om dat te doen. En Dennis, mijn volgende vraag, want dat is helemaal niet erg hoor, maar jij bent momenteel one man band? Jij bent ZZP. Oké, geweldig. En waarom vraag ik dat? Want dan weet ik een beetje tijdstechnisch. En mijn volgende vraag is, wat is het maximale dat jij kunt doen? Vanaf welk bedrag kan iemand zeggen, ik wil Dennis inhuren? Want kan jij nog wat dingen uitbesteden? Of... Ja. Dus aan de andere kant, je zou kunnen zeggen dat je tot een zekere hoogte ongelimiteerd ben qua opdrachten.
Oké. Ja. Binnenhaal. Ja, want dan heb je. Ja, dat begrijp ik. Laat de opdrachten maar komen. Hè? En mijn volgende vraag, hè? Zonder dat we jou in de burn-out werken, hè? Want dat is ook belangrijk. En dat je gewoon tijd en voor je gezin hebt en voor je werk. En dat je je werk met plezier doet. En laten we zeggen, de instap is vanaf €360 per maand. Hoeveel van die kleine opdrachten, even grote niet meerekenen, maar van die kleine zou jij momenteel aankunnen? Ja, precies. Per week. Ja. Dus. Per maand. 16. Dus dan praten we over een totaal of potentieel van. Even kijken, dan praten we over 16 maal 3, 60. Nou, ik kom hier op 5.760. 16 keer 3, 60. 5.760 per maand. Nee, dat is helemaal niet erg. Nee, joh, dat geeft niet. Mijn rekenmachine is dus beter. Ja, hè? Dus Dennis, dat is een bruto maandomzet van 5.760. Laten we eens even doortrekken naar de komend jaar, hè? De komende 12 maanden. Laten we ook eens even geen roze bril opzetten, maar gewoon zeggen van joh, Dennis gaat de komende 10 maanden werken in plaats van 12. Een maand heb je misschien nodig met je gezin, vakantie, misschien val je tussenuit. Whatever the reason, dan praten we over een potentieel maal 10. Dus dan praten we over een bruto omzet, nog wat we binnen zouden kunnen halen van €57.600. Ja, hè? Nee, dat begrijp ik ook. Kijk, je moet het zo zien in de handel. Kijk, jij bent waarschijnlijk expert in hetgeen wat je doet. Ik ben expert in marketing en sales. Gewoon van ondernemer naar ondernemer. Je kunt geen grote krijgen zonder de kleintjes en andersom ook. Als je. Ja, en dan. Dus qua risicospreiding zeg ik altijd. Je moet eigenlijk in alle markten zijn. Kleintjes, grote, middelgrote, supergrote, van alles. En niet die kleintjes verwaarlozen, ook die niet die grote verwaarlozen. Je moet van alles hebben, want stel je voor dat we weer een aardbeving krijgen of wat dan ook. Hé, dan vallen er altijd wel wat zakenrelaties tussenuit, helaas. Maar goed, dat is het leven, dat is business, dat is zaken doen. Maar goed, dus die. Even terugrekenen, hè, Dennis. Dus die €57.600 bruto omzet zouden we eventueel
binnen kunnen gaan harken in de komende 12 maanden. En stel je voor, hè, Dennis, dat we eruit komen, dat we zeggen, hey, dit is interessant, dit wil ik doen met jou, Robert, en met jouw team. En ik ga hiervoor, we gaan lekker samenwerken, alles klopt. Uiteraard, je hebt gelezen, of ik heb je verteld, wij doen zaken op no-queue, no-pay basis. Dat wil zeggen, wij garanderen ieder jaar groei. Ja? Zolang wij samenwerken, garanderen wij ieder kwartaal groei. En dan zeggen we van, joh, luister Dennis, 3% van je totaal omzet. Ja, is er geen groei? Hey, dat is niet jouw fout, dat is ons fout. Dan hoef je ook niks af te staan, want dan zijn wij onze centen niet waard. Is dat een optie voor jou? Dus die 3% zou jij zeggen van, joh, luister Robert, hey, als we eruit komen, alles klopt, gevoel is goed, we weten alle neuzen dezelfde kant op en we gaan lekker samenwerken, dan zeg je, joh, over mijn totale omzet, elk kwartaal dat we groei boeken, en of het nou een groei is van 10.000, 5.000, 30.000, hey, 3% van de totaal omzet sla ik gewoon af. Als ik belasting kan betalen, daar krijg ik niks voor terug. Dan wil ik ook jullie betalen van 3%. Dan krijg ik tenminste omzet terug. Oké, ik heb jou een sheetje gestuurd. Dennis, ik ga heel eventjes... ik ben jou even kwijt. Waar is Dennis nou gebleven? Even wachten. Ja. Oh ja. Als je de sheetje opent... Dennis, dan zie je natuurlijk samenwerken is vermenigvuldigen... Even lang verhaal, kort stukje van mijn geschiedenis. 25 jaar lang, Dennis, ben ik een marketing en sales professional. Bouw ik en zet ik, verbeter ik zeg maar salesprocessen binnen bedrijven. Niet alleen maar sales, maar ook marketingprocessen, want dat is met elkaar getrouwd. En waar ik een expert in ben, is, ik vraag altijd aan de ondernemers, wat is de allerbeste reclame, Dennis, die er is? Mond-op-mond reclame, heb je heel goed gezegd. Nou, dat is de meest goedkope, meest efficiënte. Dat zijn bijna zekere deals, om het zo maar te zeggen. Dan vraag ik aan de ondernemers, doe je dit al? Dan zeggen ze ja, mondjesmaat, klein beetje, helemaal niet. Nou, dan ga ik een beetje verder in gesprek. Dan zeg ik, als jij weet dat dat de beste reclame is... en dat je daarmee eigenlijk op een goedkoopste manier gigantisch snel kunt groeien... waarom doe je het niet? Krijg ik heel vaak feedback. En er waren zelfs multinationals bij beursgenoteerde bedrijven tot... ZZP'ers zoals jij en ik, zeiden die ondernemers tegen mij altijd... ja, ik weet niet hoe ik dit moet doen, ik weet niet hoe ik dat in elkaar moet zetten... ik weet niet hoe ik moet communiceren naar de markt toe, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En daar heb ik met jou twee systemen heb ik gedeeld. Op het moment dat wij samenwerking starten en we hebben een beetje markt, prijs, product, analyse gemaakt... dan is er vaak dat we twee mogelijkheden kunnen implementeren... En laten we zeggen, referentieformule 2, dat is de bovenste. Dan zie je aan de linkerkant, zie je maanden, in het midden zie je prospects. Ik neem aan dat je wel een beetje weet wat prospects zijn. Ja, dat zijn de potentiële cliënten, klanten, kopers. Eigenlijk, prospects is iedereen in de markt die behoeften, wensen of verlangen heeft in hetgeen wat je aanbiedt. En aan de rechterkant zie je cliënten, klanten, kopers, transactie, hoe je het ook noemen wil. Dit systeem is gebaseerd op de verdubbeling en de onderste is gebaseerd op de verdrievoudiging. Stel, aan de linkerkant zie je maanden, Dennis. Dat kunnen ook weken zijn, dat kunnen dagen zijn, dat kunnen jaren zijn. Dat bepaal je in feite min of meer zelf als ondernemer. Hoe hard ga je met ons eraan trekken? Hoe leergierig ben je? Hoe coachable ben je? Nou... van alles en nog wat. Maar stel dat wij die 57.600 euro zouden kunnen halen in de komende 12 maanden. En ik zeg, joh Dennis, even geen roze bril op. Zoals het daar staat, zo gaan we het doen. Dus niet weken, niet dagen, maar laten we realistisch blijven. Dit zijn maanden. Zou dit interessant genoeg voor jou zijn? Zo'n groei. Nou, dat is hartstikke interessant. Dat is hartstikke interessant, want wat wij gaan doen namelijk is op het moment uiteraard dat we uitkomen op algemene voorwaarden, samenwerkingsovereenkomst, hoe gaat het in zijn werk.
dan zeg ik van joh, laten we ons hieraan houden. Ik ben absoluut voorstander, Dennis. En als je mijn profiel een beetje en andere social media kanalen onder de loep hebt genomen. Ik adem groei. Ik hou van groei. Kan mij niet snel genoeg gaan. En ik zou je zeggen, ik heb in de afgelopen 25 jaar ondernemers onder mijn paraplu gehad. Die deden hier weken over en die zaten te klagen. Robert, we willen sneller, we willen agressiever, nog harder pushen en trekken. En die waren eigenlijk ontevreden. En anderen deden hier jaren over en waren zeer tevreden. Het is maar net van ondernemen naar ondernemen uiteraard. En daarom vroeg ik ook van ja, je bent ZZP'er, dus ja, we moeten goed je tijd gaan managen. Wat is belangrijk, wat is niet belangrijk om te doen? Focus ligt eigenlijk op één ding. En ik zeg altijd, we focussen altijd op één ding. Revenue generating activities. De rest is niet belangrijk, Dennis. Jij wordt afgerekend alleen bij de kassa. Alleen op het moment dat de opdrachten binnenkomen. En op het moment dat je verder kunt gaan vermenigvuldigen om diverse netwerken binnen te komen. Om uiteraard te kunnen verdrievoudigen, te verdubbelen, enzovoort, enzovoort. Zodat de opdrachtgevers, opdrachten, grote, kleintjes, alles door elkaar. Je moet alles aanpakken, zeg ik ook altijd. Want je weet nooit wie daarachter weer zit en met wie je via ene partij in contact kan komen. Mijn allereerste vraag, Dennis, zonder dat we nu in al te veel details ingaan. Hoe is je gevoel? Als je met mij praat en zoals je mij kent een beetje. We kennen elkaar niet zo lang, maar hoe is je gevoel? Ja, ja. Nou, dat is een hele goede vraag. Dan ga ik je stap voor stap uitleggen. Allereerst waarmee we beginnen, is de algemene voorwaarden en samenwerkingsovereenkomst. 24 maanden gaan we een samenwerking aan, Dennis. Kwartaalgroei. Elke kwartaalgroei dat jij groei mee doormaakt in samenwerking met mij en mijn team en andere ondernemers die bij betrokken zijn, betaal jij 3% van jouw totale omzet. In de samenwerkingsovereenkomst, Dennis, word jij in bescherming genomen als ondernemer, maar ik zelf ook, hè, zodat we beide weten, hey, hoe en wat. Ik noem even een paar simpele dingen. Stel dat er een van ons komt te overlijden. Wat gebeurt er dan? We worden beide in. Stel dat er faillissement komt. Nou, daar gaan we niet vanuit. Maar stel, nou, dan heb ik ook geen recht om aan de deur te komen kloppen. Stel dat mij iets gebeurt. Heb ik een vervanger? Nou, dat zijn allemaal een beetje technische zaken. En zaken die je gewoon van tevoren duidelijk op papier moet afspreken. Zodat je weet van, hey, hier beginnen we gezamenlijk aan. En zo gaan we het doen. Ten tweede, daarna kom je in onze samenwerkingssessiegroep, waar we dagelijks eigenlijk van maandag tot en met vrijdag, dat gebeurt op Skype, waar we gezamenlijk werken, 's ochtends van 9 tot 12 en 's middags van 1 tot 5. Op het moment dat je dat wij een samenwerking hebben, ben jij al die tijd van harte welkom om te komen wanneer jij een momentje hebt en wanneer je vragen heb, samen wil werken, strategieën wil uit gaan rollen. En dan praat ik over. Kijk, in elke business die je doet, Dennis, zeg ik altijd, je zit always in the people business. Ja? Alles in het leven draait om mensen. Dus wat we je gaan leren is nummer 1, de basis. Hè? Connecties op LinkedIn en andere sociale media. Hoe creëer je traffic? Hoe creëer je prospects? Hoe kom je in contact met mensen op een professionele manier? Zodat je niet overkomt als een desperate of als een vervelende pestmarketeer. Maar als een professional. Dat ze zeggen van, hey Dennis, misschien kan ik wat met jouw diensten. Of misschien dat ze zeggen, ik kan op dit moment niks met jouw diensten. Maar ik weet wel partijen binnen mijn netwerk die wel van jou gebruik kunnen maken. Nou, hoe ga jij presenteren? Hoe ga je je producten, diensten en price point, hè, de waarde, hoe ga je dat naar de markt toe vertalen? Dat gaan we allemaal uitwerken. De transactiestrategie, hè, wat gebeurt er? Want je krijgt een grote gedeelte van de prospects die gaan zeggen, ja Dennis, ik kan je op dit moment niet gebruiken. Ik wil op dit moment geen zaken met je doen. Voor whatever the reason, om het zo maar te zeggen.
Maar die kun je ook heel goed gebruiken en mee samen te werken indirect om geïntroduceerd te worden binnen hun netwerken. Nou, die strategieën en systemen gaan we helemaal uitwerken. Op het moment dat je nieuwe opdrachtgevers, klanten hebt, en dat kunnen van 360 zijn, maar dat kunnen ook van 3600 in een maand zijn, en alles tussenin. Hoe ga je daar weer mee om? Hoe gaan we die weer een hefboom creëren om verder te komen? Dus eigenlijk, om dit eindresultaat wat je hier ziet te gebruiken, heb ik alle handvaten voor je. Alle scripts gaan we uitschrijven, uitwerken, gezamenlijk puur gebaseerd op hetgeen wat jij vermarkt of wat jij in de markt wilt hebben. Inclusief de garantieregeling, alles. Probeer ik het eventjes in Jip en Janneke taal uit te leggen, Dennis. Zijn er op dit moment, welke vragen komen in je op? Nee. Nee, kijk, niemand kan jou zelf, of niemand kan jou beter in de markt zetten dan jijzelf. Want jij bent expert op het gebied van SEO, SEA en alles wat er komt kijken. Wij hebben expertise van, hey, hoe kom je in de markt? Welke markt? Hoe vind je de opdrachtgevers? Hoe stap je naar ze, op ze af? Hoe presenteer je je propositie en je aanbod? Hoe ga je daarmee om opdrachten binnen te halen en te vermenigvuldigen, enzovoort, enzovoort. Want dat is eigenlijk alles wat je nodig hebt om zaken te doen. Zie hoe dat werkt. Ja, natuurlijk. Dat moet je ook doen, want het is gewoon heel erg belangrijk. We hebben verschillende opties, Dennis. Sowieso kan ik jou uitnodigen om eens een keer een ochtendsessie mee te maken. Of een middagsessie, of misschien wel een hele dag. Dan kijk je als het ware achter mijn schouder, over mijn schouder, van hoe gaat dat precies in zijn werk. Dan krijg je eigenlijk min of meer alle ins en outs. De meeste vragen zullen die dag beantwoord worden. En dan kun je zelf zeggen van, hey, hier zie ik mogelijkheden. Dit wil ik of dit wil ik niet. Heel simpel. Vanuit daar kunnen we natuurlijk de samenwerkingsovereenkomst, de algemene voorwaarden, alles. Het heeft geen zin om dat nu te gaan bespreken als je nog niet zeker weet wat je wilt. Maar in principe is alles rond. Het enige wat ik aan jou vraag, op het moment dat je een ochtendsessie, middagsessie of misschien heel de dag. Wat jij eigenlijk gaat doen is, we hebben een virtueel kantoor. Jij zorgt dat je pen en papier bij de hand hebt. Je gaat heel de dag doen we een klein beetje theorie, doen we heel veel praktijk. Jij gaat notities maken, dingen opschrijven, vragen opschrijven om zoveel mogelijk informatie en kennis tot je te krijgen. En vanuit daar, Dennis, no big deal, no hard feelings, kunnen we een besluit nemen van, hey, zijn we beide tevreden over hetgeen wat we met jou kunnen gaan doen? Want kijk, ik zeg altijd, Dennis, het is eigenlijk heel simpel, hè? Als je een samenwerking aangaat, moet je gewoon beide op de same page staan. Moet je gewoon beide weten van, hey, dit is het. En that's it. En daarom wil ik je met waardevolle informatie met je delen, zodat jij zelf een intelligente keuze kunt gaan maken. Het enige wat ik aan je vraag is een geheimhoudingsverklaring om te tekenen. Dat is puur dat we onszelf in bescherming nemen, omdat je heel veel waardevolle informatie die dag krijgt. Is dat je die informatie niet mag verkopen die wij met je delen, of op LinkedIn of andere platformen met mensen gaat vertellen van, ja, ik weet wat Kovacs en zijn winstgarantie doen. En dat blijft gewoon voor jou. Je mag het toepassen, je mag doen en laten wat je wil. Maar verder is het gewoon mondje dicht. Dat is eigenlijk alles wat ik aan je vraag. Mm-hmm.
Hoe bedoel je? Ja. Ja. Nee, kijk, alles wat jij die dag of die ochtend, middag, whatever, wat jij wilt, meekrijgt, is jouw informatie. En kun jij direct. Je kan in feite, Dennis, ik kan je echt laten zien dat jij 's ochtends met ons aan de slag kan gaan. He, gewoon kijken en luisteren, niks meer, niks minder. En 's middags kan je al de eerste afspraken hebben voor jezelf. Omdat je zegt, hé, ik begrijp dit spelletje, ik weet hoe het werkt. Ik zie hoe ze aan leads komen, ik zie hoe ze de prospects benaderen. Ik zie hoe ze omturnen in afspraken, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat mag jij doen. Het enige wat jij niet mag doen, is dat gaan delen met andere partijen. Zo moet je het zien. Maar in principe, alle informatie die je krijgt, mag je toepassen, mag je gebruiken. Alleen je mag het niet verkopen of delen, want we zullen wat scripts met je delen. Wat methodes, wat technieken. Nou, dat mag je natuurlijk allemaal houden, allemaal gebruiken. Niemand die zegt van Dennis, dat ja, ik kan het niet controleren en ik wil het ook niet controleren. Het gaat mij meer om jou te overtuigen dat wij de juiste partij voor zijn. Uiteraard, dat kan ik wel willen, maar dat moet jij natuurlijk ook wel willen. En vanuit daar dat jij voldoende informatie hebt om zelf een intelligente keuze te maken. Om te zeggen van, hé, ik wil met jullie samenwerken, Robert. Of misschien zeg je van, nou, ik wil dat helemaal niet. Even goede vrienden. Dus heb je de komende week nog een gat in de ochtend, middag of misschien wel de hele dag? Dan kunnen we het verplaatsen naar, want van 2 tot, laat me eens even kijken in mijn agenda, Dennis. Ik werk nog volgende week maandag, dinsdag en woensdag. En daarna ben ik in de week van 28 ben ik helemaal weg. En maandag de 13e beginnen we weer. Dus als het tot woensdag 1 juli. Als je geen tijd hebt, dat is geen enkel probleem. Dan kunnen we het in die week van 28 juli kunnen we het plannen. Dat is de week van 13 of een week later, whatever. Dat is in juli. Oh, nou, dat is perfect. Zeg het maar. Dan wil je maandag of dinsdag? Je mag heel de dag, want ik geef je gewoon toestemming. Ik zeg, Dennis, hey, je hebt een blok in de ochtend 3 uur, blok in de middag 3 uur. Kijk met of luister met ons mee. Maak notities, aantekeningen, vragen. Zeg je, joh, ik heb alleen maar in de ochtend of alleen maar in de middagtijd. Ook prima. Beter dan een halve dag sessie dan helemaal niks. Nou, dat doen we toch maandag de 29e. Ja, dat is toch goed? Tuurlijk, kijk, je werk gaat altijd voor, zeg ik. Maar dit is absoluut handig om erbij te zijn. Dennis. Stopa. Ik stuur je zo direct een geheimhoudingsverklaring. Niks meer, niks minder. Als je datum, handtekening eronder zet en je maakt een screenshot en je stuurt hem terug, dan zijn we beide ingedekt. Dan kunnen we nooit scheve gezichten krijgen. En dan zet ik jou voor volgende week maandagochtend, Dennis, voeg ik je toe op Skype. Ik stuur je alle details en informatie, niks bijzonders allemaal. Ja, zijn er vragen op dit moment voor jou? Ik denk dat het beste is. Draai gewoon gezellig mee. Absoluut leerzaam voor je. Je gaat heel veel opsteken, heel veel dingen kun je gebruiken. En vanuit daar, Dennis, zien we gewoon verder. Hey, kunnen we elkaar versterken of niet? Even goede vrienden. Hey, ik wil je. Ik zeg je. Ik noteer je in mijn agenda. Ik ga het doorgeven aan de collega's en zo. Jij hoort nog van mij in de loop van de dag. En laat me even denken. Volgende week maandag zien we elkaar. En we hebben sowieso contact met elkaar. Nog.
Is goed, bedankt voor je tijd. Vertrouwen. Ik spreek je snel. Groetjes. Oi, oi.